Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze robot vloerverwarmingsverdeler, hoe je die inregelt. Dat is deze. De pomp heb ik al vervangen en nu ga ik dus de groepen inregelen. Nou, we hebben hier de groepen zitten. Dus we hebben hier 7 groepen. Dus de knop kan je eraf halen. Nou, dan zie je hier dus die kranen zitten. En dit zijn kranen die kan je instellen. Heb je deze kranen met witte busjes, kan je hem niet instellen. Je kan er wel aan draaien, maar er gebeurt niks. Maar je hebt ze dus ook met deze. Daar kan je dus een ontluchtingssleutel aan de bovenkant erop zetten. Hoe verder je hem dicht draait, hoe kleiner die opening wordt. En heb je hele korte groepen, dan draai je hem helemaal dicht. En dan draai je hem 1 slag open. En dan ga je wachten. Dus stel dit is een korte groep van 25 meter en dit zijn allemaal lange groepen. Dan zet je die korte groep helemaal dicht. En dan draai je hem een halve slag open. En je gaat dus inregelen altijd via de retour. Dus ik doe het met de warmtebeeldcamera. Maar je kan het dus ook met een infraroodcamera doen. En dan meet je dus op de retour. En de warme groepen, die zijn het kortst. Degene die blauw zijn, dat zijn dus de lange groepen. Of degene met heel veel weerstand. Dus stel deze linker is een groep van 20 meter. Dan ga ik deze helemaal dicht zetten. En dan draai je hem een halve slag open. En dan wacht je wat er gebeurt. Dus deze draai je dicht. En voorzichtig, want het is wel kunststof. Nou, dan gaat hij niet verder. En dan begin je dus eerst met een halve slag open. Wordt de retour dan te koud, zet je hem weer een kwartslag verder. En zo regel je dus de vloerverwarming in. Simpel toch? En dan zie je dus dat deze op een gegeven moment gaat afkoelen en dat deze warmer worden. En dat is heel lastig zonder de debietmeters. Dus het mooiste is altijd de debietmeters. Deze gaat terug van 4 liter per minuut gaat die naar een halve liter per minuut. En deze krijgen meer water. En mocht er een keer iets aangepast worden of er zit iets verstopt, dan is het veel makkelijker om het weer de oude instellingen terug te zetten met de debietmeters, als dat je deze weer moet gaan gokken en nameten welke temperatuur ze zijn. Dus je ziet nu de eerste is 29,7. 29,2, 26, dus dat is dus een lange groep. Dan heb ik 28,7, 26,8, 27,8 en de rechter is zelfs 22 graden. Dus dat is of een hele koude zone, nou in dit geval kan dat kloppen want dat is de hal, of dus een hele lange groep. Maar deze gaan we niet heel veel warmte geven, want de hal hoeft niet zo warm. Het mooiste zou zijn om dus gewoon een zoneregeling erop te zetten. Dat elke zone een eigen thermostaat heeft met een ingestelde ruimtetemperatuur. Want ik kan nu niet zeggen, misschien wordt de hal wel 18 graden in plaats van 16 graden. En die 18 graden is natuurlijk 2 graden te warm. En die warmte wil je ergens anders hebben. En dan ga je dus echt energie besparen. Want hier verbruiken ze dus 3000 kub gas per jaar. Terwijl als je misschien een zonneregeling hebt, dat teruggaat naar 2000 kub gas per jaar. Dus daarom altijd een zonneregeling plaatsen, zodat de zones niet warmer worden dan nodig is. Een kleine tip voor als je verdeler te veel lawaai maakt. Hij zit hier heel vaak gewoon direct tegen de muur aangeschroefd. Maar dat wordt dan een klankkast. Draai deze boutjes los. Zet er een klein stukje rubber tussen. Draai de boutjes iets vaster, maar niet helemaal strak. Dat die eigenlijk hier achter het boutje hangt. En dan maakt hij veel minder lawaai. En wat ze hier dus ook fout hebben gedaan. Ze hebben hier de leidingen te klein gehouden. En ze hebben veel te veel knietjes geplaatst. Want hier aan de andere kant van de muur zitten 2 knietjes. Hier zitten 2 knietjes. Hier gaat hij dan met 15 deze kant op. En er zitten hier nog 2 knieën. En we hebben hier dus een 3/4 aansluiting. En die hebben ze dus teruggebracht naar half duims. Dus hier hadden ze eigenlijk binnen moeten komen met 22 mm. En omdat we hier dus zoveel weerstand over hebben, over al die knietjes, moeten we dus de pomp boven bij de ketel minimaal op 75% zetten, zodat hij het water door deze knietjes heen kan pompen. Maar wat we dus gaan doen over een tijdje, is dus alle knieën eruit halen, de leiding vergroten naar 22 mm en dan kan dus de pomp zachter gezet worden, zodat de pomp dus minder stroom verbruikt. En zoals je ziet hebben ze hier ook geen mantelbuis omheen gedaan, maar gewoon zit hij tegen het steen aan te duwen. Mocht je het een leuk filmpje vinden, geef even een duim omhoog. Vergeet je uiteraard niet te abonneren en dan zie je mij de volgende keer.